Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Na een koude nacht is het vrij zonnig in Nederland, alleen in het oosten van het land hangt nog veel laaghangende bewolking. Ook is het plaatselijk mistig, maar die mist die gaat de komende uren wel verdwijnen. Vanochtend is het dan zo'n 2 tot 6 graden bij een zwakke wind die over het algemeen uit het zuidoosten waait. Vanmiddag op meer plaatsen zon, hoewel het oosten wel gevoelig blijft voor die lage hangende bewolking. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 7 en de 9 graden en als het echt grijs blijft, dan wordt het niet veel warmer dan een graad of 5. Vanavond neemt vanuit het oosten ook de bewolking weer toe en in de loop van de nacht kan daar een spatje regen vallen. In het westen zijn nog wel opklaringen. De temperatuur die vanavond rond de 3 graden ligt, die daalt dan in het westen vannacht nog naar rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking en dan zo'n 8 à 9 graden, met vooral in de ochtend nog een spatje regen. In het westen breekt in de loop van de dag de zon wat vaker door. Donderdag wordt het zo'n 10 graden en op de meeste plaatsen blijft het dan wel droog, er valt slechts een enkele bui. Op vrijdag neemt de neerslagkans weer verder toe vanuit het westen. En ook zaterdag is het wisselvallig. Temperaturen liggen rond de 10 graden en s'nachts blijft het boven het vriespunt. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.